Hi. Gezellig dat we weer hebben afgesproken. Ik merk echt aan jou een hele vibe. Zoveel chillen in. Dit is toch fantastisch? Lotta. Ja? Ja, en dan hoef jij dus niet helemaal achterlijk verkleed. Ja. 24, volgens mij moet het wel genoeg zijn. En ik heb dus moesten ze met de schooltelefoon hun moeder bellen om te vragen of het mocht. Het ziet er wel gezellig uit. Wel leuk. Ready. Een no stress les. Maar daar ben jij nog niet aan gewend. Dat is heel grappig. We zijn al een tijdje wakker. Langzaamaan film ik steeds meer. We zijn dus blij dat we nog een avond zijn gebleven. Oké, ik ben Bikkel. Het gaat dus regenen vanmiddag. Het gaat zo al regenen, maar nu nog niet. En ik moet naar de sportschool vanmiddag. En mijn nagels doen en de zonnebank. En dat moet met de auto. En toch ben ik gaan fietsen, want ik voelde me een beetje niet zo fittig. Dus ik dacht, ik ga fietsen. En het was te koud en het waait hard. En ik ben helemaal bezweet. En nu moet ik dus na mijn werk naar de sportschool. En dan ben ik helemaal verregend dat het gaat regenen. Dan moet ik naar huis fietsen. En dan ga ik nagels dus niet redden. En dan moet ik naar de zonnebank met de auto. Dus het is niet handig, maar dan heb ik wel gefietst. Sporten. Ready. Naar de nagels en naar de zonnebank. De batterij is leeg. Let's go. Goedemorgen. Dit is echt steeds een beetje een stressochtend. Omdat ik dus ook allemaal spullen moet pakken voor naar H en zo. Maar het is altijd heel leuk, want je weet dat je na je dag werken naar H gaat. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Vooral omdat ik hem nu alleen vrijdag heb gezien en niet super veel heb gezien. En ondertussen heel hard heb gewerkt en alles. Dus helemaal alles in orde heb en dan nu naar hem. Het is duidelijk het einde van het schooljaar. Mijn beeldscherm, had ik dat gezegd? Mijn laptop deed niet meer en mijn beeldscherm deed niet meer. Beeldscherm. Mannelijke collega van me kijkt ernaar, drukt de stekker aan, doet het weer. Ik de hele dag stressen dat mijn laptop stuk was. Ga naar Complicity in Waze, zo'n ding. Hij drukt even lang mijn knopje in en hij is aan. Ik zeg, huh? Ik zet hem altijd op slaapstand, dus ik hoef altijd maar heel kort te drukken dat hij aangaat. Maar volgens mij heb ik super lang die knop lopen indrukken. Maar blijkbaar niet lang genoeg stond hij dus blijkbaar gewoon uit. Super dom. Ik voel me echt dom. Ik voel me helemaal niet zo lekker. Ik ben een beetje op. Iedereen is op. En heb ik natuurlijk ook nog, weet je, de juf, einde van het schooljaar. Maar ook nog natuurlijk zwaar jaar gehad. En nu leuk daten, veel te weinig slapen, blablabla. Alles bij elkaar. Maar goed, nu zit ik in de auto naar H. Ik ben er om 4:15, maar ik kan pas om 6:30 bij hem zijn. Ik ga daarvoor nog even naar Action, cellofaan halen. En naar de kruidvat tandenborstel terugbrengen die ik heb besteld. Als cadeautje voor H, maar had het zelf al besteld. Maar dat moet ik de hele tijd nog doen. Ik ben over 1:05 was natuurlijk file. En dan ga ik daar nog even in de auto werken. Maar ik heb nu mijn laptop dus niet helemaal opgeladen. Omdat ik dacht dat hij toch stuk was. Dat is een beetje zon. Dus dan kan ik niet zo heel lang werken hier. Maar ik kan ook nog naar een tentje gaan en daar even gaan zitten. Ik ben meteen blijer. Ik had echt een baaldag. Ik was wel een beetje aan balen. En als je dan ook nog je laptop stuk is waar... Ik kan geen bestellingen maken. Ik kan geen vlogs editen. Maar ik heb ook allemaal campagnes nu dus. Ik moet dingen aanleveren. Ik kon helemaal niks. Dan deed mijn scherm het ook al niet. Waardoor ik... op mijn laptop mail wilde lezen en zo, maar ik deed het ook niet. Nederlandse muziek is dus trouwens echt mijn ding, hè? Het staat nu keihard in mijn oren aan. En ik geniet er zo erg van. Gesmeeuwis is echt mijn nieuwe liefde. Qua stem. Maar ja, 1:05 rijden. En ik hoop dat ik alles bij me heb, want ik had vanochtend echt stress met alles inpakken. Deze jas is leuk, hè, jongens. Op naar Age. Maar morgen ga ik dus naar Lottie en ik heb helemaal geen leuke kleren bij me of zo, maar ik ga gewoon chillen bij haar. Adieu! Ik zie echt heel veel van Nederland. Normaal word ik door Woerden gestuurd en nu door Harmelen. En ik heb echt een ziek mooi kasteel gezien en echt mooie dingen. Dus ik heb even mijn huid gereinigd, vette crème opgedaan. Dan kan ik straks weer even mijn make-up opnieuw opfrissen. Oké, ik heb cellofaan gehaald, tandenborstel teruggebracht. En nu heb ik geplast bij de Mackie. Met koffie. Ik kan echt wel over 20 minuten bij hem zijn. Ik wil even make-up aan naartoe. Want het zag er echt niet uit. Dit is chill! Er is eten. Wat ik nu lekker ga opeten. Hij is er nog niet. Yummy! Goedemorgen, ik heb nog heel kort geslapen nadat H ging werken, maar niet zo lang meer. Ik heb dus een ontstoken haarvaatje of zo hier. Ik voelde het gisteren al, dit is dik en ik heb hier ook een beetje last van mijn oog. Vaseline op mijn hoofd, ziet echt niet uit. Haast een ketelstuk, dus er is geen verwarming, maar hij heeft wel zo'n paar heaters, dus dat is fijn. En ik kan dus ook niet douchen, dus dat is tof. Ik ga eventjes een beetje hier opruimen. Dat vind ik altijd leuk om te doen. Even wat eten en dan maar klaarmaken. En dan ga ik richting Lot. Deze kerstbal is echt vet mooi in zijn boom. Dit is een beetje veel eigenlijk.
Ik had geen zin in yoghurt. Hij had weer yoghurt met blauwbessen en zo. En dezelfde muesli. Die had ik voor hem gehaald. Maar hij had dus ontbijtkoek. Maar het was bijna op. Dus ik dacht, ik maak het even op. Maar het is eigenlijk net te veel. Dus ik doe het wel even terug in de verpakking. En twee beschuitjes met oude kaas. En deze koffie heeft hij. Ga ik nu zetten met zo'n apparaat, zeg maar. En ik ga even melk opschuimen. Want dat moet ook met dit ding. Ik heb dus nu hiermee melk geprobeerd op te schuimen. Best wel goed gelukt. En er komt zo weinig koffie uit. Klik maar nog een keer. Ik snap dat niet. Oeh, progress. Peter. Deze had ik gegeven. Kijk hoe lief die is. Van Albert Heijn. Maar hij hangt op een stomme plek. Ik ga hem lekker van plek veranderen. Zo, Peter. Ik hou van kerstbomen. Cute. Heel mooi. Oeh. Chocola. Dat is het voordeel van niet vanuit huis vertrekken. Normaal, ik moest dus 12:00 zijn. Normaal zou ik er dan kort over 1 zijn. En nu ben ik er 10:10. Dat is chill. Ik ben er al. En Rijtse en de moeder zijn er ook nog. Dus die ga ik ook even zien. 10 minuutjes. Dus dat is super leuk. Wat moet ik mee? Niks. Camera. Waar genoeg? Ja. Gezellig. Leuk zo. Ik weet dus nooit of ik nou nog eentje omhoog moet of niet. Dan zou ik haar er eigenlijk niet meer zien voor New York. De vorige week zei ik, hey, ik ben vet dicht bij Woerden als ik bij haar ben, dus... En toen kon ze ook. Ik weet echt niet waar het is. Ik kan het nooit onthouden. Volgens mij is het hier niet. Hoi! Wat zie je er leuk uit. Oh, thanks. Hey. Jij hebt een beetje jas. Oh, jij hebt een panty aan. Of niet? Een sportbroek. Oh, oké. Okay. Hey! Hallo. Ik was weer verkeerd gelopen. Oh, ja, ik dacht al van, moet ik nog zeggen? Hey. Eerst dat ik... Oh, hey. Ik moet ook nog vloggen. Oh, ja, ik heb altijd een goede beeld. Oh, ik moet ook nog even vloggen. Ja. Maar heb je nou nog gezongen? Nee. Oh. Hallo. Wat? Een kappel. Ja, die heeft Joey nu. Mooi. Een kerstkappel. Hallo, welkom in mijn vlog. Jullie mogen in de vlog, toch? Ja. Oké. Maar mama is nog nooit bij iemand anders in nee. De vlog. Nee. Oh, sorry. Hi. Okay, ik ben wel. Shout-out. Shout-out. Ik heb een selfie genomen. Oh ja. Dat vond ik zo schattig. Ja, dat Bonnie een selfie met mijn moeder maakt. Ja, zo leuk. Ik heb ook afgesproken. Zo. Ja, ik ga jullie... Zal ik het goede voorbeeld geven? Ja. Doei. Misschien wel in het weekend. Ach ja, je bent het wel. Want Charlotte. Hé meisje. Leuk om je te ontmoeten. Ja, dat vind ik ook. Misschien zien we elkaar ja. Wel nog een keer. Vast wel. Gezellig. Okay. Jongens, dit is toch de allermooiste kerstboom die je ooit hebt gezien in je leven? Ja, boom is wel echt de mooiste ooit. Dat vind je zelf ook wel, toch? Ja, alleen ik heb hier en daar wat dingen er nog bij gehangen, waardoor nu het systeem niet meer zo gerakt. Oh nee, wat erg. Maar qua ballen vind ik hem wel echt heel mooi. Ik had niet verwacht dat die rode kerstman ook het mooi zou maken. Normaal haat ik dat met roze. Ja, maar ik vind het toch wel leuk. Ik ook. Deze is nieuw. Alleen deze kan echt niet. Die donut naast die dikke en dan zijn ja, deze kleine. Ja, maar dat zeg ik. Nu heb ja. Het systeem dat ik deze weer gisteren bij heb gehad en de rest hing al. Maar ik klaag in mijn. Ja, schelen. Heb je die? Ik ken die velvet ergens van. Deze? Ja. Die heb ik bij thuiscentrum gekocht. Oh. Even heel mooi. Maar het is een nepboom. Ja, ja. Even hangt er ook een kwal in? Ja. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Okay. Dat ben jij. Heb je je shake en je dingen, je aanschrijven en zo? Dat ben ik. Achter dan, kwal. Oh ja. Hey. Doei. Doei. Mazzel. Ik kom zo weer terug. Oké, wat leuk. Jij bent mijn liefste Bolly. Dit gouden horloge staat niet zo mooi bij deze blouse. Jij bent mijn lieve bol. Kijk, als je bij Lotte bent, dan krijg je de zo pepernoten. Zo doet zij dat dus. Dit kan zij. Gewoon een paar pepernoten op een schaal leggen. Kan dat niet. Daarom heb ik ook mijn pepernoten. Lekker kwijl. Bolly. Bolly houdt van mij. Oh ja, sorry. Hallo Lilo, maar later komt Lilo ook meestal. Ja, maar zij is nu helemaal druk in haar hoofd en zo. En dan als ze weer een beetje zen is, dan wil ze graag knuffelen. Maar dit gouden horloge vloekt dus bij Bolly. Ja, dat
Ja, dat wel. Maar mijn haarbandje vloekt ook bij mijn trui. Dus nee. Nee? Ja, ik twijfel een beetje. Want ik heb dus geen ideale match voor deze trui. Is het van Chiquelle? Ja. Ik zag ze ook maar weer allemaal zo kort. Ja, al hun truien zijn zo kort. Bij hij jou kan dat. Ja, maar hij vloekt er de hele tijd. Ja, uit. Jammer toch? Ja, ik had ook zo'n witte crop top met een colletje. Ja, super kort. Super leuk, maar die komt echt tot hier. Ik snap dat niet. En op de foto doen ze het allemaal in de broek, waardoor je het niet ziet. Nee, want ik had hem dus besteld. Zo van, want ik heb geen wit colletje. Ja. Maar hij komt echt tot hier. Ja. Dus ik kan hem in de winter gewoon niet aan. Nee, ik vind het ook stom. En ik kan dat dan dus niet dragen, want ik draag niet kort. Nee. Lig je lekker, man? Auw. Ik mag lekker veel hondenbeelden, want het is al heel lang niet geweest. Oh ja, dat is inderdaad. Nee. Oh, vet. Ziet het er goor uit? Nee, maar ik zag hier ergens of haarlak misschien. Weet ik niet. Het is niet vet. Het zit in ieder geval slecht, daarom heb ik het vast. Ja, beter. Maar nee, het ziet er goor uit. Oké, hier komt niet meer onderuit. Allemaal haatcomments. Wow, Lotte is echt onaardig. Wat een bitch. Wat is dat tegen je zegt? Jeetje. Er zegt iemand, nee, dat betekent juist dat ze hele goede vriendinnen zijn en dat tegen elkaar kunnen zeggen. Precies. Dat is zo grappig. Is je een scheet? Nee, een boer. Sorry? Are you pardon? Mooi. Gezellig, echt leuk. Voor de lidsfeerbeelden, nee hè? Nee. Nee, ik heb wel. Ik niet wel. Ja. Is dat ik heb het wel. Gezellig dat we weer hebben afgesproken. Vind ik echt leuk. Ja, vind ik ook echt leuk. Ja. Maar ik merk echt aan jouw hele vibe dat je zoveel chiller bent. Ik ben chiller, hè? Niet zeg maar naar mij toe dat ik je eerst niet chill vond, maar gewoon gewoon je gemoedstoestand. Ja, hè? Dat ben ik ook. Ik ben ook heel chill. Ja, thanks. Echt positief. Ja. Maar daarom... Maar ik kan het me niet meer zo herinneren. Ik ook niet precies zo. Lekker? Lekker, ja. Nou, maar dit is eigenlijk gewoon broodje ook. Yummy. Dit hier is super chill. Lekker aan het kletsen. Er mist een soort garnering. Ja, dat klopt. Ik vond dat wel. Ik vond dat wel. Ik ben zo klutsig. Het is beter. Ik hoop dat het ook lijkt. Wel, kan het niet. Vind je de thee lekker? Ja. Heel goed. Oh, hierachter staat iets, daarom. Ja. Het op mijn haar. Dankjewel. Oh, dit is echt super lekker, denk je. Dank je. Is het jouw derde? Oh nee, tweede thee. Ja. Ik had die ook. Jij hebt nu je derde drankje, ik heb tweede. Oh. Thanks mama. Voor heel flexibel tijd. Ja, wow, ik heb drie drankjes, dat doe ik echt nooit. Nee, maar we zitten ook al zo lang hier. 2 uur. Kijk hoe mooi. Ja, die van jou ziet er echt heel mooi uit. En mijn brownie ziet er ook ziek lekker uit. Mijne ook hoor. Oh, oké. Okay. Mijne ziet er hetzelfde uit. Deze vind ik best wel mooi. Verwogen, ik haat het altijd met z'n tweeën. Ja. Maar toch doe ik het. Ja, jij was eerst. Ik doe jou na. We zijn in de xenos. Waarom was ik hier ook alweer? Ja, want hier weet ik niet meer. Oh ja, jawel. Ik weet cadeautasje. Het weer. Nee. Wat dan? Kleedkleren. Oh ja. Ik vind goud heel mooi. Ja, in die tent zit. Ja, dat is top. Wat vind je mooi goud? Ja. Oh. Het staat niet in mijn huis bij mijn bank, helaas. Ik vind het dus van wel. Nee, is niet zo. Heb ik al getest. Oké, dan niet. Grapje. Hij heeft mijn vlog gekeken. Oké. Hij vindt het leuk. Ziet hij nu mij? Ja. Oh ja. Ik vind deze trouwens heel mooi. Dit had ik ook bij Christina gezien met een hele mooie gouden panter eronder. Maar zij heeft echt een goed gevoel voor inrichting. Ja, ik wil die eigenlijk dus hebben. Ik vind het ook heel cool. Maar staat, ik wil die eigenlijk hebben. Maar ik heb geen plek voor hem. Hij is nu? Nee, helemaal niet. Gespot in een folder. Dit is mooi. Dit vind ik wel heel erg vet. 40 euro. Joey zou dit echt aftans vinden gewoon. Aftans? Maar ik vind het echt leuk. Doe eens de kap erop. Oké. Ja, dit is toch fantastisch? Dit is toch fantastisch? Ja. Nou, ik vind de kap te klein. Voor... Ja, maar het moet wel een soort van matchen bij wat je al verder hebt. Nee, heb ik niet. Bij mij zou dit echt misgaan. Bij mij ook niet. Nee. Ik denk trouwens bij jou... Oh ja, deze kleur kan wel bij jou, hè? Bij jou die is groter, of niet? Ja. Het lijkt alsof die onder een paraplu staat.
Ik vind het niet zo mooi. Mag ik eens kijken? Ja. Oh, hij is zwaar. Ja, hij is echt vet, maar ik vind 40 euro erg duur. Lijkt echt wel of hij onder een paraplu staat. Ja, ik vind het niet zo leuk. Bij Christina vond ik het wel heel leuk. Ja, maar ja... Ik weet het niet. Als je twijfelt, niet doen. Nee. That's very true, mate. Ik ga ook naar New York om daar leuke dingen te kopen. Ik denk dat ik heel weinig ga kopen, want ik hou niet meer zoveel geld uitgeven. Ik vind dit dan leuk voor de directeur, een mooiere mand. Maar dat is dan 25 euro en moet ik weer declareren, daar heb ik geen zin in. Nee, dat moet je ook niet doen. Dus dan doe ik het gewoon niet. Was toch even kleedkleren. Oh, dit is leuk. Oh. Dit vind ik oprecht heel leuk. Ja, dit past dit wel bij jouw bank. Oh. Dit is de kleur van jouw bank. Maar waar zet ik dit dan? Als salontafel? Nee, dat is te klein. Oh. Dit is meer voor als er nog meer bezoek is, dat je dit er dan bij zet of maar zo. Dat heb ik nooit. Hier kan ik heb je tijd schrijven. Wel, ik ben er soms. Ja, daar heb ik ook nog gelijk voor. Oh, Lot, dit is leuk. En dan kan je hier tijdschriften zo opzetten, inzetten. Maar ik heb geen plek hiervoor. Of al je spullen van iemand, wie zei dat ook? Kijk nou, Lotte. Kijk hoe lelijk. Kijk, we zijn echt van die bolletjes, zo met die jassen. Walgelijk. Ik doe hem wel even open. Nou, dit is echt verschrikkelijk. Nee, kijk, nee, het kan niet. Nee, het is te smal. Oké, dan deze. Plastic. Hier, deze. Deze is nog smaller. Maar als we verder weg gaan... Je ziet echt niks. Was dat leuk? Die van jou was goed toen. Wat had ik ook weer? Ja, maar bij Zara was het hele grote spiegel. Zou je hier op klikken op deze thumbnail? Ik kan het toch niet zien, schat. Waarom? Ja. Waar is mijn hoofd? Ik zie jou niet eens. Het is allergisch op. Oh nee, ik ben alweer 7 minuten aan het filmen. Wat doe ik mezelf aan? Ja. Lekker. En dit, Vido. Mensen, is dus de reden waarom Charlotte's vlog zo lang duren. Nooit op tijd. En nooit op tijd zijn. En inderdaad, waarom ze zo lang duren ook, dat nog, ja. Want dan wil ik alles erin laten. Kom shoppen met mij en Lotte bij Xenos. Dit is heel schattig. Lotte! Ja? Nee, heel erg, echt zo ontzettend vies. Dat is niet te doen. Ja, maar het lijkt me ook niet eens lekker. Nee, ik heb het geprobeerd. Het was echt heel, echt, echt heel vies, zeg maar. Jij hebt niks gedaan, denk ik. Nee. Real talk. Nee, maar mensen het gevoel dat ze erbij waren. Oh. Of, Oh, je oogjes. Dat is heel zielig. Ja, maar ik ben dus serieus allergisch voor welke oogcreme van Manen. Ook. Oh. Welke winkel gaan we nu? Geen idee. Ema? Oké, okay. Ja. Dit zou leuk zijn in Amerika als iemand zo achter me aanliep. Ja, maar dat is echt fijn hoor. Ja. Dan heb je gewoon altijd je eigen camera, man. Lotte. Nu denkt iedereen dat ik een documentaire ben. Soms vind ik het leuk om het net een beetje awkward te maken voor jou. Ik vind het niet awkward. Nee, het werkt nu niet vandaag. Oh, bijna botsten we tegenaan. Wat gaan we kopen voor jou? Ja, ze hebben hier geen verkleedkleren. Ja, weet ik niet. Misschien... Oh, deze handschoenen zijn zo slecht. Het laat helemaal los. Allemaal pluisjes van op mijn neus. Ja. Nu stop ik wel met filmen. Hé? Hey. Je past wel gewoon dit aan. Ja, sorry. Ik vind dat echt zo idioot. Met een foto van de directrice. Dat is super grappig. Dat is echt maar leuk. Ik vind dat wel heel duur, Lotte. Nee joh, dit is in de aanbieding. Ja, wat is blauwe sticker dan? Ja. 20% korting. Oh, of veel. 50% korting. Dan kan het wel. 50 en nog eens 20. Of niet? Ja, weet niet. Maar dit is zo ontzettend lelijk, dat is niet te Ja, maar dat is toch echt hilarisch met zo'n foto. Ja, dat vind ik ook wel heel grappig. Ja, dan ben je gewoon klaar. En dan gewoon over een legging. Dit is gewoon het. En dan de allergrootste maat. Als jij nu allemaal losse verkleedspullen gaat kopen, ben je duurder. Maar dit is ook... Ja, dit is XXL. Doe en dan gewoon op deze legging en dan ben je klaar. Dat is toch super grappig. Dan maak je echt een blitz hoor, als je hier een foto van je directrice in. Ja, dat is heel grappig. Ja. Dat vind ik heel goed idee van jou. Yes. Ik ben normaal nooit goed in dit. Jawel. Oké. Nou, waar? Ik ben benieuwd hoeveel die kost dan nu. Ben ik ook benieuwd naar. Ik denk dat je dan 50% korting hebt. Ja, sowieso. En nog 20. En dan zou het dus iets van... Nee, ik denk niet 12,5. En ik denk 12,5. Zullen we het vragen? Ah. Jawel. Oh, je moeder zei, ach zo. En toen ging ik het nazeggen, maar daar kan ik niks aan doen. Het gaat vanzelf. Dat vindt zij. Ja, maar je zag er wel even van, oh, en toen, oh, ja, kijk. Dat vind ik ook. Ach zo. Hij heeft ook een beetje rode ogen. Ja, ik heb ook. Ik vind deze rij heel lang.
Nou, dat vind jij niet alleen, dat is zo. Hoe moet dit? Zo? Ja. Het is lelijk? Ja, dat is echt leuk. Ja, dan doe ik hier haar hoofd. Ja. Dat is toch hilarisch? Super, super grappig. Ja, vind ik ook. Ja, en dan hoef jij dus niet helemaal achterlijk verkleed. Ja. Want dat vind ik gewoon niet leuk. Wat zit in, daarin? Ja, het is een aparte. Oh. Pieuw. Ze moet heel erg gaan dansen zodat die ballen bewegen. Dan zitten ze aan de onderkant. Wel zeggen dat het Nutella bol van mij is. Ja, ga ik echt doen. Zeg maar dat het Lama Koen is. Legmatjun. Legmatjun. Joey wil een keer met mij legmatjun eten, hè? Legmatjun. Mag ik ook mee? Of? Nee, we gaan met z'n tweeën. Oké, ja, mag. Oké. Lotje zei, ga nu maar, want dan nu sta je niet in de file, dus ik ga nu. Ja. We hebben niet echt binnen gechilled. Ga jij nu de honden uitlaten? Ja. Oké. Ik wilde ook honden uitlaten, maar beter ga ik. Het scheelt echt heel veel tijd. Vanwege ook die boeren en zo die nu allemaal terugkomen uit Den Haag. Ja. Of, ze waren ook bij je vader, zag ik. Ja, heel verstem. Dus oh, jij volgt hem. Ja. Oké, doei Lotje. Doei, zal ik deze voor je deur dicht doen? Ja. Wat wil je nu? Wel nog knuffel, maar het lukt niet, hè? Nou. Dat was het. Doei. Dag kind. Veel plezier morgen. Tot naar New York. Ja, laat even wel weten als je nog wat wil. Ja, waarschijnlijk niet. Bath & Body Works dingetjes. Ja, een geurkaars alsjeblieft. Succes ermee. Yankee Candle. Hè? Ik moet echt opletten met dat het niet te zwaar is. Van Bath & Body Works. Maar dan een grote kaars, die zijn super zwaar. Nee, gewoon medium. Dan kan je maar 10 kaarsen meenemen. Ja, je. Dan wil ik gewoon zo'n medium. Oké, van Bath. Ja. Welke geur dan? Ik hou altijd een beetje van dennenboom, vanille-achtige geuren. Oh, lekker, ja. Niet citrus. Oké. Niet citrus. Oké, ik ook niet. En ook niet heel zoet. Nee, ik weet wel wat jij lekker vindt. Ja, een beetje warme. Ja, ja, een beetje chai, vanilla. Oké. Tot ziens. Doei. Maat. Doei. Doei. Dit is echt geweldig. Mijn hoofd houdt dus heel erg van praktische dingen. En het was niet eens. Het scheelt niet eens superveel tijd om via H naar Lot te rijden, maar het scheelt toch tijd. Want anders moest ik 50 minuten terug naar huis. En naar Lot is het ook 2x50, of 2x40. En nu was het een half uur naar Lot, dus een half uur in plaats van 50 minuten vanaf H. En nu maar 40 minuten naar huis, in plaats van 40 minuten naar huis, zeg maar met Lot. Dus ik win 40 minuten heen naar Lot en 20 minuten win ik van H naar huis, snap je? Dus ik win een uur. Daar hou ik dus heel erg van. En het was super gezellig en ook wel goed dat ik nu weg ga. Ik bedoel, ik had ook nog wel boven willen chillen, maar dan kak je in en zit ik in de file. En nu ben ik lekker om 4:30 thuis en ik heb echt genoeg te doen. Dus ik ben een blij mens. Het was echt heel gezellig. Superleuk. Super chille dag. H gezien, Lot gezien, wat echt geweldig was. Ik ben dus op tijd thuis voor het donker, waardoor de bol niet in het donker zat. En wat ik me net bedacht is dat ik nu nog even snel bestellingen kan maken. Ik moet alleen brood hebben. Nu 4:15. Ik ga nu heel snel hier knallen. Ik ben even mijn tas uitpakken, want dat doe ik ook altijd meteen. En dan... ga ik even bestellingetjes maken. Ik heb er een paar. Ga ik daar brood halen. En dan aan het werk. Ik moet nog best wel veel werk doen. Voor campagnes en zo. Ik ga de stop. Het was zo leuk met Lotje. Wij worden echt met de keer nog betere vriendinnen. Heel blij mee. Goede match zijn wij. Dit is even alles kleding die ik moet ophangen. Morgen ga ik lekker een mooie outfit aan doen, maar ik ga tussendoor even naar huis voor het kerstdiner. Ik vind het wel leuk om even thuis op te frissen. Oké, orders. Komt-ie. Oh, ik vertel trouwens vet van Lot, want ik zei het. Lalala, had ik dat verteld? Ja. Lalala, had ik dat ook verteld? Ja. Gumcare. Ik ben in de aanbieding. Wix.com. Ik moet super veel werken vanavond, maar het is pas 4:55. Dat is zo chill. Als ik bedenk hoe leuke dag er al op zit. Wat ook fijn is, zei tegen Lot, als ik dus bij haar slaap, ben ik veel eerder bij haar. Oh, dat had ik al gezegd, hè? Valt in herhaling, maar dat is zo relaxed. Normaal zou ik er pas om 1 uur zijn, weet je wel. Als je er vroeger bent, kun je ook weer vroeger naar huis. Lot is sowieso zo, maar ik was nooit zo. Maar je wordt ook ouder en wijzer. Wow, de batterij is gewoon leeg. Heb ik zoveel gefilmd? Ik had nog squirtjes en een kerstkaartje voor Lot willen doen, maar geen tijd. En zij
Hé, hij gaat ineens uit. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Zie je, er is toch iets met mijn laptop. Hij zei vergrendelen en toen ging hij uit. Nee. Nee. Lampjes ook uit. Nee, dat meen je niet dat ik toch gelijk. Nee, dan word ik helemaal gek. Dat kan ik echt niet aan nu. Dit. Oh my god. Oké, doet het wel. Blijkbaar is er iets met dat ik hem steeds moet opladen of zo. Ik ben pakketjes aan het maken. Ik ben een pakketje voor Lotte aan het maken. Ik dacht ineens, waarom stuur ik er niet wat op? Dus ik heb dit kaartje. Dat is van Come One kaartje. Ik heb twee kettingen. Ik heb scrunchies. Ik heb oorbellen. Allemaal leuk voor feestdagen, deze kerstkaartjes. Die ga ik ze ook lekker naar haar toe sturen. Superleuk. Oké, bestelling wegbrengen, brood halen en dan weer door het werken. Lekker dagje. Oké, ik ga koken. Iets wat ik heel lang niet heb gedaan, want ik mag van mezelf nooit meer pasta eten, maar... Ik heb nu twee keer pasta gegeten in een korte tijd bij anderen en ik kom er niet echt van aan. Dus waarom niet? Twee rode ui, tagliatelle pasta, courgette, dit wordt de saus. Knoflook was helaas overdatum, maar knoflook en witte wijn zou lekker zijn. Heb ik allebei niet. Zout, peper, zalm op het laatste moment erbij doen. En ik ga er spinazie bij doen. Dus pasta met roomsaus. Jullie vragen dan wat is het recept? Nou, dat is het recept. En dan een beetje je gevoel volgen. Lekker easy en heel lekker. Nou, gekookt voor een heel gezin. En morgen is kerstdiner, dus heb ik ook geen eten nodig. En vrijdag komt haar eten, dus ik denk dat ik dit lekker als eten op mijn werk ga meenemen morgen of zo. Het is wel echt super lekker. Oh, ik baal nu dat ik geen citroen heb en geen witte wijn en geen knoflook. Maar ik heb niet veel spinazie gedaan, want ik dacht ineens, oh ja, dat is natuurlijk voor het eten van vrijdag. Dus een beetje. Yummy! Even in de teamkamer. Dit aan het neerzetten. Ik weet niet of het nou genoeg is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Ik weet niet hoeveel collega's er zijn. 13. 14. Oké, het gaat wel passen. Oké, zo dan. 24. Volgens mij moet het wel genoeg zijn. En ik heb dus nog voor vier andere collega's. Die heb ik dus zelf al iets gegeven. Dus anders hoeven die dit niet meer te pakken. Zo dan. Oké, we gingen dus vandaag in de klas. Ging van heel veel meiden hun haar krullen. Een paar voorste plukken. Moesten ze met de schooltelefoon hun moeder bellen om te vragen of het mocht. Het mocht allemaal. Was echt leuk. Toen hebben we ook mijn haar gedaan. Verder was het een super gezellige dag. Ik ga zo lekker naar huis me opfrissen, want het ziet er echt niet uit. En we hebben ook met z'n allen een beetje alles klaargezet. Dat vinden ze ook super leuk. Ik ben het nu zelf even aan het afmaken. Het is echt een chaotisch zooitje dit keer. Overal ligt een soort van andere tafelloper. Maar ja, eigenlijk had het ook wat meer deze kant op gemoeten. Maar goed, het ziet er wel gezellig uit. Dus ik ga nu even verder met de tafel dekken. Vandaag mijn look. Heb ik al een tijdje niet aangehad, maar best wel leuk. Ook wel kerstelijk, maar vanavond ga ik natuurlijk voor een jurkje. En ik had mijn haar vanochtend gesteld en gisteren gewassen, dus daardoor blijft de krul minder goed zitten. Maar eigenlijk hou ik daar wel van. Douchen. Wow, ik ben wel echt, ik voel me echt zeg maar heel erg verrot vandaag. En ook echt niet knap. Dus dat is jammer, want ik wilde me eigenlijk super sexy voelen vanavond. Ja, ik wil ook echt sporten, maar goed. Oké. Klaarmaken. Nou, toch best een goede metamorfose. Het is gewoon niet mijn beste dag vandaag. Ik ben ook echt aangekomen. Ik weet niet hoe. Ik merk het aan alles. Mijn laarzen zitten zelfs strakker. Ik merk het aan mijn knieën. Best vervelend. Maar goed, komt er weer goed. Ik heb een hemdje onder tegen de inkijk. Wel veel make-up, maar ja. De kids vinden dat wel mooi. Ik krul dan niet op mijn werk, want de collega wil ook krullen, maar ik moet eigenlijk... Zie je het? Mijn gezicht is ook boller. Ik weet dat jullie iets vervelend vinden als ik dat zeg, maar hoe kan dit? Jammer. Ik heb ook sportkleren mee, want ik wil daarna sporten. Ik vind het balen. Er zit een goede lipkleur, die is paars. Waarom is dit? Niet leuk. Oké, ready. Ik hou ook nooit zo'n felle lipkleuren. Ik haal het er nu af, maar het blijft zitten. Wat vinden jullie? Het is wel kerst. Nou, mijn enige kerst dit jaar. Ik ben er klaar voor.
Oké, dit is de kerstlook. Wel leuk. Ik denk dat de kinderen het leuk vinden. Wow, dit moet echt gekruld worden. Ja, oké. Ready. Ik heb even de foto geprint van de directeur. Dit is dus de trui, had ik dat verteld. Voor morgen voor de afscheidsact. We moesten verkleden, dus dit is mijn look. Nu ga ik sporten, ook al ben ik helemaal kapot. Ik ga even mijn lipstick eraf halen, oorbellen uit, haar vast. En dan is het niet van wat heb jij aan in de sportschool. Ik heb hele mooie bloemen gekregen. En ik heb super lekkere hapjes hier nog mee. Cadeautjes heb ik allemaal gegeven. Boom is afgetuigd. Daar staat de mand voor de directrice. Klas is redelijk netjes, dus helemaal ready. Want morgen gaat iedereen dus klas opruimen, maar ik ben er niet, want ik ga lunch voorbereiden. Wauw, mijn haar zit super mooi nu. Ik ben helemaal kapot, maar ik ga toch sporten, denk ik. Sport. Veel te lang blijven kletsen met mensen. En nu is het al 9:30. Dit is mijn huis. Niet heel storig, ook niet heel netjes. Kijk, even, ik heb van een heel lieve jongen uit mijn klas deze bloemen gekregen. Dit maakt me echt blij, want dan denk ik, dan ken je me echt zo goed als je mij... roze rozen met glitters geeft. Op zich kan ik dus wel bloemen in huis, want Wolly eet het helemaal niet. Je ziet niet hoe mooi het is, maar het is echt heel mooi. En ook lekker klein, daar hou ik wel van, want dan past het gewoon in glas, want ik heb geen vaas. Super leuk, super blij mee. Cute, morgen drukke dag. Goedemorgen jongens, het is nu 8:30. We zijn al een half uur bezig. Dit is de status, dit is mijn car. Mijn collega heeft ook nog een car. Het is heel ernstig. We zijn helemaal losgegaan. Ja, super rustig. Is toch hilarisch? Oh my god. Superleuk huis. Oké, spullen uitpakken. Zo weg. En we zijn echt heel goed bezig geweest. Haar dochters hebben dus ook geholpen. En dit is het nu. Het ziet er echt super goed uit. Hier allemaal een beetje garnering dingetjes. Je kunt op brood doen. Je kunt een soort van salade maken. Zoekdag tomaten, mosterd, pecan. Nou ja, je ziet het wel. Weet je, je kunt van alles brie met honing. Oh, brie, waar is brie? Ja, met honing. Ze moeten gewoon een beetje zelf creatief zijn. We gaan niet de broodjes vast smeren of zo. Wel echt top. Mega veel brood, allemaal van de Lidl. Echt top. Hier is pastinaak tomatensoep. Dit ziet er nu zo uit. Of buiten. Super leuk. Kijk, dit ziet er ook echt. Wow. Dit ziet er ook echt super leuk uit. Hey, de toetjes. Kijk, hier is ook een hele leuke hoek. Maar hier hebben we niks gelegd. Ik heb helemaal niks meer gefilmd op werk. Maar we hebben net het optreden gedaan. Ze vond het echt geweldig. En heel veel collega's zeiden nog dat ze de tekst zo leuk vinden. Dus dat vond ik ook wel heel erg lief. En nu is het 15:15. Dus we hebben nog een kwartier. Maar eigenlijk staat alles al klaar. Ik had dus net die trui met haar foto. Maar die heb ik nu weer uit. Ik heb dus nu weer gewoon dit aan. Ja, prima. Chill. Ik ben wel echt helemaal gaar. Maar we gaan nu gewoon alleen maar chillen. Oh ja, en dit is de mand. Ik weet niet of ik die al had laten zien. Staat hier.
Die gaan we haar straks nog geven. En het act had ze echt niet verwacht. Iedereen was helemaal verkleed. Er waren 4 collega's als Teletubby. Nou, ik had dus die trui met haar foto. Ik weet niet of ze zag dat haar foto erin zat, maar het was echt super leuk. Iedereen had echt zijn best gedaan, want natuurlijk niet iedereen houdt ervan. Maar het was echt leuk. Dit is cute. Het ziet er leuk uit. Nou, dat was echt super gezellig. Ik ga nu pas weg. Ik ben al als laatste gebleven. We hebben alles opgeruimd met haar dochters, haar 3 dochters ook. Hartstikke gezellig. Ik heb even lekker wijntje gedronken, nagekletst. De directrice was heel erg blij. Iedereen was super enthousiast. Ja, gaan we het in een restaurant doen. Op school vonden we echt een beetje te primitief, weet je wel, voor een afscheid van de directeur. Of gaan we het thuis doen? En ik had heel erg iets van, kom op, doen het thuis. Superleuk. Maar ja, dan moest iemand het natuurlijk voorbereiden. Nou, wij vonden het leuk om dat te doen. Het was uiteindelijk nog minder gedoe dan ik had verwacht. Dankzij haar 2 dochters ook, hadden we ook het echt sowieso makkelijk gered. Want we hadden dus van 9:30 tot 10:45 om alles klaar te maken en zo. Nou ja, je hebt het gezien. Volgens mij heb ik best wel wat gefilmd. Het was echt zo geslaagd. En er was wel wat waren wel wat dingen over. Nou, ik heb wat mee, zij heeft nog wat. Maar ik ga natuurlijk naar Düsseldorf morgen en daarna naar New York. Maar ik heb nog wel wat dingetjes mee. Ik hoef niet meer avond te eten. Het was echt heerlijk. We hadden echt hele lekkere dingen. Het was super, super gezellig. Het was echt een hele goede dag. Ik ben natuurlijk wel helemaal kapot nu. Ha zou dus eerst vanavond komen eten. Maar ik had al gezegd van, is het niet veel chiller als je gewoon lekker morgen mij komt halen. En dan gaan we gewoon morgen fresh daarheen. We kunnen nog even ons eigen ding doen vanavond. Dus dat is fijn. Ik moet echt een weekvlog. Heel stom. Ik had mijn weekvlog geopend. Het was echt 3 dagen aan werk. Was weg. Dat moet ik weer opnieuw doen. Dus ik moet echt even editen, koffer pakken en dat is het. Hey, ben je klaar met werk of niet? Oh, ik rij ook nu pas weg. Ja, ik dacht ineens van wow, ik heb jou echt de hele dag niet gesproken. Voor mijn doen echt niet, gewoon. Bizar. Nee, ik was gewoon zo druk, maar het was echt zo gezellig. Ja, het was echt niet, nou, het was echt perfect. Het was helemaal geslaagd. Het was echt top, want iedereen had echt iets van wow, wat goed. Het was helemaal geen stress voor ons. Het was eigenlijk super relaxed. En het is wel een lekker gevoel dat je dan zoiets hebt neergezet. Dat mensen het echt super vet vinden, weet je wel. En dat je gewoon het met z'n tweeën makkelijk hebt kunnen doen. We hadden echt geen stress of iets. Echt zo chill. Echt een mega lange dag. Ik ben ook wel echt moe. Veel beter dat we er vanavond niet hebben afgesproken hoor. Want dan had ik nu moeten gaan koken en jij nu naar mij moeten rijden. Ja. En nu kan je echt gewoon lekker je ding doen en morgen is dan extra leuk, weet je wel. Ik ook. Ik neem altijd een koffer mee als ik weg ga, want dan hoef ik niet te showen. Dus ik ga mijn koffer pakken. Ja. Jij kan wel jouw spullen in mijn koffer doen, want die koffer gaat toch nooit vol zitten. Oh ja. Ja, dat heb ik dus niet. Dus daarom doe ik maar een koffer. Ja, ik vind het ook wel chill. Ik ga denk ik ook niet echt heel erg uitslapen of zo hoor. Ik ga gewoon vanavond, ik moet wel echt video bewerken. Maar verder hoef ik een koffer pakken. En dan ga ik ook lekker op tijd naar bed. Want ik wil super graag fit zijn in Düsseldorf. Ja, morgen allemaal. Het is zaterdag dus. En over 2 minuten of zo is hij hier. En gaan we naar Düsseldorf. Ik ben al sinds 8 wakker, maar ik ben niet helemaal wakker. En ja, ik heb wel gewoon leuk. Ja, dit had ik altijd draag. Maar ik dacht, ik ga niet in een broek of zo hoor. Dus ik heb deze en ik heb dan mijn lange laarzen mee voor vanavond. Met misschien nog een ander jurkje. Koffer gaat dicht. Ja, ik neem altijd koffer mee, want het tilt veel chiller dan tas. En ik heb ook geen weekendtas. Ik hoop dat ik alles mee heb. Bolly gaat mee, want ik ga even langs mijn ouders. En ja. Oké, wij zijn net bij mijn ouders geweest om Bolly af te geven. Dus mijn ouders hebben mij voor het eerst beleven met iemand anders gezien dan Ruben. Dus dat was wel grappig. Ik vond het heel spannend, maar het was uiteindelijk heel chill. Want het was ook heel kort. Even geplast. En ik heb een creditcard van mama gekregen. Want ik heb misschien een creditcard en misschien in New York heb ik dat nodig. Dus dat is chill. En nu heb ik dus een cadeau gekregen. Een no stress fles, omdat ik dus zo'n ziek drukke week had. En het is echt heel grappig. Kijk. Maar hier zit dus een lamp in. Ik ga het zo even openmaken. Lichttherapie, maar ik ben benieuwd of het zeg maar echt ook iets is of dat het allemaal voor de grap is. Chill pills, dus of het zijn pepermintjes of het is echt drugs, maar ik denk het niet. En kletskaarten om jouw toekomstige stressvrije leven te bespreken. En tips en tricks en quotes. Ik ga hem even openmaken. Hallo, de prijs staat erop. Het is echt gestoord duur. Gek. Oh, van die winkel. Hey, moet je dit ophangen? Oh, je moet er zeker nog batterijen in doen. In geval van snel opkomende stress, neem 1 bubbel.
Oh, het is gewoon heel grappig bedacht door creatief brein. Daar hou ik wel van. Neem één bubbel tussen duim en wijsvinger en druk. Een gevoel van rust zal direct merkbaar zijn. Ook zeer geschikt als bezigheidstherapie. Het is gewoon bubbeltjes plastic. Maar dat is toch geniaal? Dan, ik hou van mensen die zo denken. Vind ik echt leuk. En hier heb ik allemaal... Voor als we niks te bespreken hebben, maar helaas is dat niet het geval. De tijd gaat juist altijd te snel. Wat zou je vandaag nog kunnen veranderen? Morgen een fijner... Wow, dat vind ik echt een hele goede vraag. Dat is echt iets wat je aan collega's zou kunnen stellen. Ik neem aan dat het pepermintjes zijn, want je mag... Oh ja, mini pepermint. Anders zou het zwaar illegaal zijn, dit. We hebben een broodje gehad, want blijkbaar heeft H ook last van hangry zijn. Maar we willen niet te veel eten, want in Düsseldorf willen we heel veel eten. Dus we hebben zo'n vers belegd bruin broodje met hummus, kip en komkommer. En de koffie was stuk, dus dat gaan we ergens anders halen. Kijk hoe laat we er zijn, jongens. We zijn echt al de hele dag onderweg. We stopten overal. Nou ja, we zijn in Maniskraak gestopt. Oh, ik wou de toren laten zien. H wil graag naar Düsseldorf vanwege de toren. Dat is de reden waarom hij naar Düsseldorf wil. Maar je ziet hem nu niet. Toren. Azo. Wie lang het duurt deze tunnel? Even wachten. Douwer. Het is toch Douwer? Nou, we zien hem nu weer. Hey! Goeie vlog. Zo leuk. Nou, waar is hij nou? Ja! Hiervoor wil hij naar Düsseldorf. Hij zegt dat ik ook een leuke kerst heb, maar eigenlijk zodat hij dit kan bekijken. En we gaan weer. Dit is wel mooi zo, een beetje New York. Kijk jongens, New York feeling. Mag mijn moeder geen jongens meer zeggen? Wow, dit is vet. We komen nu net de kamer binnen. Ik ga het even voor jullie filmen. H gaat even plassen. Het is bizar mooi, het hotel. Dit is de gang. We zitten in 612. Het is Ruby. Ik weet echt niet hoe het heet. Ik zal het straks vertellen. Kijk even hoe groot. Ik vind het sowieso echt prachtig, die gordijnen. Wij zitten hier aan de zijkant, dus we hebben ook geen buren hier. Dat is ook best wel relaxed. En het is echt zo chill. Heel erg licht. En dat vind ik echt heel mooi. En beneden is het een beetje zo'n donkere sfeer. Dat vinden wij allebei heel chill. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Het is toch echt prachtig. Echt perfect. Maar we dachten dus wel dat het een andere kamer was. Want op de website was het heel anders. Er zat hier een douche. Midden in de kamer. Een grote inloopdouche. Maar het is wel een hele mooie inloopdouche. Die ga ik straks ook laten zien. Hier hebben we dit uitzicht. We zitten echt super hoog. Ik heb nog nooit zo'n soort kamer gehad. Het is echt anders. Ik weet niet wat er anders aan is, maar het is heel mooi. Jouw hand. Met het knopje. Oké. Okay. En hier is een megakast. Het ziet er echt super clean en mooi uit. Kijk dan, er is gewoon een heel zonnescherm wat je naar beneden kunt doen. Bizar hotel wel. Het is echt heel mooi. En ik denk dat wij een extra mooie kamer hebben, omdat wij dus op de hoek zitten. Want die andere mensen hebben dit natuurlijk helemaal niet. Geweldig, ik heb hem nog niet bekeken, nu pas. Wow. Deze douche is nog wel mooier dan wat we zagen op de foto. Geweldig. Het heet dus Ruby Lainey Hotel and Bar ofzo. Zelfs die glazen daar zijn echt super mooi. Hey, het is 4:30 en we hebben nog niks gedaan. Maar wij houden dus allebei gewoon heel erg van chillen en we zien wel wat we doen. Dus ik heb weer precies hetzelfde aan. Ik praat tegen mijn camera, hè? Daar ben jij nog niet aan gewend. Dat is zo grappig. Hij heeft even een powernapje gedaan. Gedoucht. Ik heb even lekker mijn huid helemaal schoongemaakt met warme doekjes om mijn poriën. Waren echt, mijn huid zag er een beetje viezig uit. Lekker opnieuw mijn huid gedaan. Ik had in een badjas gechilled en nu weer precies dezelfde kleren aangetrokken. Maar het voelt weer even fris. En nu is het lekker wat aan het afkoelen buiten frisse lucht. Het wordt al donker en nu gaan we lekker gewoon de hele eind van de middag en avond op de kerstmarkt chillen. Maar het is heel relaxed als je met iemand bent die het ook gewoon prima vindt om te chillen. En niet iemand, sommige mensen zijn heel spastisch, weet je wel. Van, oh, we zijn nu in Duitsland, we moeten nu iets doen meteen en nu door. Ik hou er dus ook niet van. Hij dus ook niet, dus dat is vet chill. Want we hebben nog de hele avond. Oh, en mijn lens is net gescheurd, dus ik heb maar één lens in nu. Dus ik zie nu niks en nu alles. Maar de DM zit hier dichtbij en ik wilde sowieso naar de DM. Dus dat is heel fijn. Dus we gaan even kijken of ik een lens kan kopen. En het is echt dom dat ik dat niet heb meegenomen. En dat was het. Ik ben helemaal ingepakt. Het is helemaal niet zo heel koud. Ik heb even een sjaal gekocht, want ik was mijn sjaal vergeten. Ik heb lens gekocht bij de DM. Dus dat is helemaal top. En we lopen nu dus over de Koningsallee. En hier zitten allemaal hele dure winkels en zo, wat mij echt niks doet. Maar het is wel leuk om te zien. Dan zijn we hier. En daar, zoals het goed is, of daar links, is de kerstmarkt. Wel chill. In de winter gewoon in een pen te kunnen lopen. Best wel een prima dag qua weer. Ja, we
we zijn er. We gaan eten zoeken, want we hebben echt niks gegeten behalve dat halve broodje. We hebben eten. Oh, mijn muts verbergt zich mijn hele hoofd. Ik heb dus dit. Ze noemen het frikandel. Het is een enorme burger en hij heeft dit. Hij. Braadworst. Een enorme worst te eten. Dit is wel lekker, met curry. Oh. Nee. Dat kan echt niet. Hé, hey, je hand staat erop. Mag dat? Langzaamaan film ik steeds meer. Eerst een nagel. We hebben rum cola. En ik ben mijn tas even aan het opruimen. En we zitten bij een heater. Hallo. Ja, is plassen. We zitten lekker aan de rum cola. Dat mag, want we zijn in Düsseldorf en het is super gezellig. Oh, ik zie er een beetje uit op het rum cola. Sorry kinderen, maar ik ben 25, 26, we mag het. Ik ga nu buiten, op straat, wedstrijd. Mensen gaan los hier. Ik verzorg de drang. We hebben dus pizza gegeten. Hier. Het is echt de beste pizza ooit. Dat wil ik zeggen, hij is alleen al op. Dit is White Russian en dit is Mojito Deluxe. Nou, we zijn hier. Hallo allemaal. Het is super laat. We hebben dus nog een nachtje bijgeboekt. Want we waren om 6:30 in bed. Het was wel echt een hele leuke avond. We zijn gewoon even helemaal losgegaan. Dat doen we allebei niet vaak. Dus we dachten, waarom niet? Nu is het 4:30. We zijn al een tijdje wakker. En we gaan nu even ontbijten. Koffie halen. Ik heb wel thee voor ons gehaald. Wife material ben ik. En dit is nu de kamer. Al dat geld. Oh, jij zat in de spiegel. Dit is de kamer. Ik heb dit aan. En we gaan lekker lopen. Jas aan. En een beetje verrot, maar ik kan daar dus wel goed tegen. Je ziet het wel aan me. Ik ben best wel een bikkel. Hij wat minder, maar hij doet het wel goed van me. Hallo, het is nu 4:00. En we zitten hier. We liepen hier toevallig langs, maar het is mega chill. Het heet Alex. Het ziet er zo uit. Heb je daar zin in? Je hebt zin in zoet, ik niet. We hebben spicy nachos, maar dan niet spicy vast besteld. En een cappuccino en ik weet niet wat hij gaat drinken, heb ik niet opgelet. En ik heb zo ontzettend veel honger, maar dat komt omdat ik echt een hele erge kater heb. En dan heb ik zin in alles. Dus ik wil dit, maar ik wil ook die. En ik, waar is nou de rest? Ik wil eigenlijk ook die pasta met gamba's. En ik heb ook zin in vlees en alles. Maar eerst maar even nachos eten. Oh nee, ik zie jou in de spiegel. Ja. Oké. Okay. Super gaar. Mega cappuccino. Hier heb ik echt geen zin in. Ik heb nu deze besteld. Lekker. Oh, dat is wel weinig, maar er zit bizar veel kaas op. Holy shit, dit ziet er echt goed uit. Normaal als je dit bestelt, krijg je echt geen lekkere kaas. Goed het eruit zag. Van buiten vond ik het er dus al heel... Kijk, het is echt heel mooi. Heel goed uitzien, maar het kwam sowieso echt in 3 minuten. En het is ook niet heel erg duur. En het ziet er echt super lekker uit. Het regent zo hard. Oh, kijk, wel blij. Ik ben ook blij. Kijk, jongens, ik heb dit. Ik wil dit dus zo lang al een keer halen. Zo aardbei... Jeetje, ik kan niet meer filmen. Aardbei met chocola. Hey, wat eet ik nou? Oh ja. Nee, dit zag ik nog. Eeuw. Het zijn rotte aardbeien. Helemaal zacht van binnen. Wel lekker. We zijn dus blij dat we nog een avond zijn gebleven, want het is hier super leuk. Kijk. Nu staat hamer en film ik niet. Lekker. Wil je ook? Kijk. Smooth? Mag die erin? Ja? Mag jouw stem er een keer in? Mag dit erin? Jouw stem. Weet je hoe blij mensen dat zijn? Met jullie is de stem aantrekkelijk. Gaan we nu glue wine halen? Lekker. Helemaal doorweekt. Zo, mijn broek is helemaal door het water gegaan. Dit tot hier is het zijknat. Dus ik heb mijn schoenen uit en mijn sokken en daar ligt mijn muts. Ik was echt gewoon helemaal doorweekt. Wow. En we zijn nu weer terug bij waar we net waren. Als ontbijt, zeg maar. Verzetten.
Hij heeft een burger met kaas en wat super lekker. Dit is echt goed katerpoedsel. Uien en smoked, wat ik veel saus. En ik heb een Asian salad. Ik ben benieuwd of het lekker is. De avond is bijna voorbij, we zitten nu in het hotel. Hij is zo even op de kamer, paracetamol. We zitten dus hier. Hier vallen we eigenlijk ook het hotel uitgezocht, onder andere. Dat ziet er super mooi uit, maar dit zit veel lekkerder, deze stoel. Cocktailtjes komen eraan. Dit hotel is echt top hoor. En Düsseldorf is echt fantastisch. Zeker een keer terug. Het is echt super leuk, jongens. Goedemorgen, jongens. Ik ga de week vlog hier weer afsluiten, want het is maandag. Dus ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Ik ben vandaag niet zo erg moe. We gaan lekker nu ontbijten en een koffietje halen. En dan gaan we weer richting Nederland. Dat klinkt zo ver weg. Het was echt een superleuk weekendje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Waarschijnlijk heette deze vlog weekendje Düsseldorf met Tinder date. En ik zie jullie in de volgende week vlog. Dan zien jullie nog even maandag. En dan ga ik morgen naar New York. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie volgende week. Doei!